In 2006 startte het investeringsprogramma Flevoland Almere, IFA. Provincie Flevoland en de gemeente Almere investeerden hiermee in verdere ontwikkeling van Almere tot een volledige, volwaardige en aantrekkelijke stad. Nu, ruim 10 jaar later, zijn er mooie projecten gerealiseerd waar de inwoners van Almere en de regio trots op kunnen zijn. Winnen zijn Flevoland voor Almere. Als stad betekent dat wij hier een hogeschool in de stad hebben. Dat zorgt voor kennisinfrastructuur, want studenten werken ook aan vraagstukken die belangrijk zijn voor instellingen en voor overheden, voor bedrijven. Het zorgt dat we afgestudeerden hebben in deze stad. Maar als je even kijkt naar de binnenstad, waar wij als locatie zitten, dat is hier echt in het centrum van Almere, zorgt het ook voor heel veel levendigheid in de binnenstad. We worden ook wel eens de slingers van de stad genoemd in Almere. Vorig jaar zijn we tot beste binnenstad van Nederland uitgeroepen. En het doorslaggevende aspect was ook dat deze stad die heeft in het centrum ook studenten die daar volop aanwezig zijn. En dat maakt het bruisend. Ik heb hiervoor gekozen omdat het ten eerste dicht bij huis is. En ik net klaar ben met een mbo-studie. Ik wil graag door met het hbo. En social work is een opleiding die mij daar erg in aantrekt. De bijdrage uit de overheid was enorm belangrijk. Zonder die bijdrage had Winnen zijn Flevoland eenvoudigweg niet kunnen bestaan. We zijn een nieuwe hogeschool. We zijn 8 jaar geleden begonnen met ongeveer 800 studenten en sindsdien ontzettend hard gegroeid. We hebben nu ruim 3000 studenten, groeien volgend jaar door naar 4000 studenten. En die enorme groei met een breed portfolio aan opleidingen zorgt ervoor dat je heel veel investeringen moet doen in personeel en in gebouwen. De financiering vanuit de Rijksoverheid leidt ertoe dat dat vertraagd plaatsvindt met 2 jaar vertraging. En we hadden nooit dat verschil in budget uit onze eigen zak kunnen bijleggen. Dus dat die bijdrage uit het fonds was enorm belangrijk om die goede en snelle start te kunnen maken. Met IFA hebben we kunnen realiseren dat in Almere weer een plek is voor en beeldende kunst en architectuur. En dat we dit gebouw geschikt hebben gemaakt voor allerlei andere activiteiten en daarmee een ander publiek hebben kunnen trekken. En dus ook heel veel leuke nieuwe programmering hebben kunnen toevoegen. CAF betekent voor Almere een plek waar je jezelf kan zijn, waar je je ding kan doen. Maar ook een plek die moet fungeren als de culturele huiskamer. En dat betekent dus dat iedereen zich hier thuis moet voelen. Iedereen hier een bijdrage kan leveren en iedereen hele mooie kunst kan genieten. Want dat is waar wij voor op aarde zijn, hè? Mensen gelukkig maken met kunst. Project Boshart, dat was vooral bedoeld een project waar een aantal organisaties samen een aantal ontwikkelingen hebben gedaan waardoor het gebied beter gaat functioneren op recreatief gebied, maar ook op educatief gebied. We staan hier bijvoorbeeld midden in een speelbos, dat was er voor Boshart nog niet, dankzij Boshart is dat er gekomen. Dit is het ene grootste speelbos van Nederland, het is een speelbos van 20 hectare en dat is voor een Nederlands begrip is dat groot. Maar wat het unieke hier eigenlijk van is, dat je hier een speelbos hebt op verschillende niveaus. Je hebt een speelbos zo traditioneel, wat we kennen, waar we op de grond. Maar we hebben hier ook een speelbos boven in de lucht. Het moest ook een stukje werkgelegenheid creëren, maar het moest ook vooral een toeristische ontwikkeling tewerkstelligen. Dat is redelijk gelukt. Door al deze die subsidiemaatregelen konden wij een deel van die financiering daarvoor regelen. We krijgen heel veel verschillende bezoekers. Een heel groot deel komt hier gewoon heerlijk recreëren. Mensen die voor het eerst komen denken altijd van, goh, ik wist niet dat dit bestond, dat dit er was. En komen vaak weer terug omdat het een heerlijke, relaxte plek is om je zondagmiddag of je zaterdag of een doordeweekse dag heerlijk met je kleinkinderen, met je kinderen of gewoon zonder kinderen door te brengen. Dus het is echt een plek om in het groen te recreëren. We zijn ontzettend blij dat we deze faciliteiten van een scootmobielpad kunnen bieden. Want dat betekent dat ook mensen die slechter been zijn, en vergis je niet, dat zijn er een hoop, dat we die toch een leuke wandeling kunnen bieden. Al is het dan de een wandelt en daarnaast is de scootmobiel. Of mensen met een rolstoel. Of mensen met een kinderwagen die dan toch heel makkelijk uit de voeten kunnen en toch echt lekker door het bos kunnen wandelen. Stichting AAP komt van oorsprong uit Amstelveen. Maar daar was heel weinig ruimte en op de plek waar we zaten moesten we weg.
Dus we zochten eigenlijk naar een omgeving waar mensen blij waren met onze komst, maar waar ook vooral ruimte was. Ruimte om in de toekomst ook nog te kunnen uitbreiden. Nou, en dat werd Almere. En ik denk dat we daar een hele goede keuze mee gemaakt hebben. Stichting AAP kan op eigen kost en met steun van het publiek kunnen wij gewoon dierenverblijven realiseren. Maar wat voor ons heel belangrijk is, is dat wij ook het publiek laten zien wat wij hier doen bij Stichting AAP. Zodat ze deelgenoot zijn, zoals nu van de geluiden die je op de achtergrond hoort. En dankzij die IFA-subsidie hebben wij het terrein toegankelijk kunnen maken. Enerzijds door een pad aan te leggen waar we nu op staan, het rondje AAP. Maar tegelijkertijd ook door de verblijven zo in te richten dat het publiek ook wat te zien heeft. Er is wat te bekijken. En tenslotte hebben we op het eigen terrein, daar kun je alleen maar onder begeleiding kun je daar naar binnen, hebben we vooral de veterinaire afdeling, dus de kamer van de dierenarts, hebben we publiekstoegankelijk gemaakt. Zodat je vanuit het grote raam naar binnen kan kijken en kan zien hoe de dieren behandeld worden. Dus ook eigenlijk toegankelijk zijn voor datzelfde publiek. Wat wij hebben kunnen realiseren dankzij de IFA in Almere is een innovatief innovatiecentrum, een gezondheidsfabriek zoals we dat noemen. En wij hebben hier de faciliteiten neergezet om echt met grote innovatie bezig te zijn in de gezondheidszorg. Dus we hebben echt complete inrichting gedaan voor projectgroepen om hier samen te kunnen werken. We hebben soldeerstations, we hebben werkplekken waar mensen kunnen programmeren en elektronica kunnen ontwikkelen. We hebben een compleet datacenter waar je echt grote data kunt analyseren. Dus dat betekent dat we eigenlijk als enige centrum in Nederland hier gezamenlijk met grote groepen bij elkaar aan zorginnovatie kunnen samenwerken. Wat we zien is dat heel veel innovatie wordt tegengehouden omdat organisaties niet zo makkelijk met elkaar kunnen samenwerken. Dat heeft deels te maken omdat ze natuurlijk vinden dat ze concurrent van elkaar zijn, maar dat heeft anderzijds ook te maken met het feit dat ze geen plek hebben om ook daadwerkelijk samen te kunnen werken. Daarnaast zie je ook dat bedrijven die zich hier vestigen of bedrijven die met de gezondheidsfabriek samenwerken, dat die over het algemeen vooruit gaan lopen op de markt en daardoor gaan groeien. Dat betekent dat je werkgelegenheid creëert. En dat is voor Almere natuurlijk ook heel belangrijk. En tot slot werken we heel veel samen met Almere's gezondheidszorg. Eigenlijk buiten Almere ook wel hoor, in Lelystad bijvoorbeeld met Woonzorg Flevoland. En nog veel meer van dat soort organisaties. En die zorgen we ervoor dat ze eigenlijk de nieuwste innovaties meteen, dat ze daar meteen toegang toe krijgen. AKT-programma heeft ervoor gezorgd dat we in de hele stad, in de hele provincie, met partners vanuit verschillende velden, onderwijs, sportverenigingen, talentprogramma's, aan de slag kunnen met het thema talentontwikkeling. Dat uit zich onder andere in deze AKT-ruimtes, waar we hier nu zijn, maar dat uit zich ook in programma's en projecten die we door de hele stad heen doen, met onderwijs, met sportclubs, met de inrichting van openbare ruimte, etc. Dankzij de IFA-subsidie hebben wij unieke ruimtes in Almere kunnen realiseren. Deze ruimtes waar mensen naartoe kunnen komen om hun beweegvaardigheid te ontwikkelen, te vergroten. De ruimtes zijn uniek in Nederland en worden gebruikt door onderwijsinstellingen, door sportverenigingen. En daarnaast hebben wij vanuit de IFA-subsidie pilotprojecten kunnen draaien in de stad en elders in de provincie. In samenwerking met het AKT hebben we een winterprogramma kunnen organiseren. Waarbij eigenlijk het windsurfen een jaar rond sport is geworden en niet meer een seizoensport. Dus wij sporten niet meer van april tot en met oktober. Maar we gaan in de winter door met een binnenprogramma. Waarbij we droog en zonder water en zonder wind nog steeds kunnen windsurfen op een heel andere manier. Uiteindelijk de ideale droom is natuurlijk dat we meer talentvolle sporters voor de provincie Flevoland kunnen opleiden. IFA is afgerond, maar de groei van Almere niet. Provincie, gemeente en Rijk blijven investeren in de gewenste ontwikkeling van Almere. Een stad waarin het prettig wonen, werken en recreëren is.